U had wel een makkelijker man kunnen trouwen. Ja, had gekund, ja. Soms denk ik wel eens heb ik hier wel goed aan gedaan, maar ik ben er blij mee. Er is een boek geschreven met jou in de hoofdrol. Ja, samen met Koen Scharrenberg, oude vriend van me, misdaadjournalist, sportman ook, sportgapper. En ja, we hebben dag en nacht zitten schrijven, dus het is wat leuks geworden. Jantje is een type van Rotterdamse kan niet van vooral poetsen en niet lullen. Nou ja, maar een boek kun je niet vullen met poetsen, dus er moest wel geluld worden. Dus ik had soms het gevoel dat ik beter met hem in de ring kon staan, dat ik zijn aandacht vast kon houden. Ik heb natuurlijk een aantal jaren vastgezeten, ook een aantal jaren eigenlijk voor de katse kut. Dus ja, ik dacht bij mijn eigen van, ja, ik wil toch dat ik dat aan de mensen ga vertellen. Dat ze toch een beetje een idee kregen hoe het nou echt in elkaar zat, die hele zaak. En waar heeft u voor vastgezeten allemaal? Overvallen, banken en juweliers. En na de hand dan die zaak van het kruimeltje, de liquidatie. Inmiddels 45 jaar vriend van hem, dus... En als je het over vrienden hebt, echte vriend. En wat is het voor een soort vriend? Want het lijkt me niet een hele makkelijke vriend. Jan, ja goed, ja, dat is misschien de indruk die de buitenwereld heeft. Ik ken hem van binnen en een lievere kerel bestaat er eigenlijk niet. Uit de periode dat ik hem ken is gewoon een hele vriendelijke, leuke, sociale, loyale man. Eerlijk en betrouwbaar voor ons dan. Jan! Ja, Jan is Jan. We zijn trots op hem. Ja. Lekkere beschrijving. Heeft u veel met hem meegemaakt? Ja, ik kan niet alles vertellen natuurlijk, maar ik heb wel veel met hem meegemaakt. Is het nou toeval dat u een eigen motorclub heeft en toch betrokken bent bij het Bajersleven? Nee, het Bajersleven wat eerst en na de hand kwam het motorleven. Ja, u bent ook bij hem redelijk vaak op bezoek geweest in de gevangenis. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, het gekke is, Jantje maakt overal vrienden. Weet je wel, je komt binnen en in de tijd ook met Cor van Hout zat hij en met die andere jongens. Je komt binnen en, hey Jantje. Ja, je moet er gewoon zelf wat van maken. Ik bedoel, als je dan met leuke jongens zit zoals Cor van Hout en Kareltje P en Bolle Piet. En ja, dan kom je er wel goed doorheen. Dat is echt leuk. En hoe oud begon het? Het was in 87. Ik kan niet zo goed terugrekenen, maar goed, dat was de eerste grote straf, 4 jaar. Ik was een jaar vrij, kreeg 7 jaar in Duitsland voor overvallen. Ik was een jaar vrij, kreeg 15 jaar in Nederland voor die liquidatie. Maar dat is dan na 3 jaar procederen 9 jaar geworden, dus 6 jaar zitten. Hoe heeft het gekund dat u toch nog wereldkampioen veteranen bent geworden? Ja, gewoon een willetje natuurlijk. Ik bedoel, ik was best wel op leeftijd, maar toch wel lekker om even te stompen de trap in de ring. We hebben voor elkaar gekregen om te trainen in de gevangenis, wat niemand lukt. Haast op zijn verlofweekend mocht hij zijn comeback maken, ja. Hoe die het doet, weet ik niet, maar hij maakt ook wel vriendjes. Nou, maar meteen met de deur naar huis gevallen. U had wel een makkelijker man kunnen trouwen. Ja, had gekund, ja. Soms denk ik wel eens heb ik hier wel goed aan gedaan, maar ik ben er blij mee. Hoe lang heeft u het al volgehouden tot nu toe? 24 jaar. Jezus, Mina. Ja, 24 jaar al. En hoe lang nog? Tot het eind. We gaan tot het eind.